Sven Ornelis, die staat hier bij ons in de studio ondertussen. Dag Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je zenuwachtig, Sven? Waarom zou ik zenuwachtig zijn? Ja, dat is toch altijd zo raar. Ik vind dat toch altijd een beetje raar. Ik bedoel, toch van 2001 tot nu. Het is een lange, mooie periode geweest. Ja, bijna 15 jaar. Bijna 15 jaar. Eigenlijk 16 jaar geleden vertrokken op de VRT. Toen waren jullie... Zaten jullie in de lagere school of zoiets? 11, 12, ja, zoiets. En dan inderdaad naar hier gekomen. Het zijn mooie jaren geweest. En we hebben samen ook heel toffe radio gemaakt. Ja, absoluut. Vorig seizoen. Wij hebben met de redactie ook nog een klein dingetje voorbereid voor jou. Het is prachtig. Ja, naar emotioneel en zo. Naar analogie met het afscheid van Sven Nys in het Sportpaleis, waar we betrekkelijk hard onder de indruk van de gezang van het publiek. En we hebben dat proberen recreëren op een manier die toch onze gevoelens op de beste manier kan vertegenwoordigen. Dus op deze manier kunnen we met z'n allen zingen in de auto, thuis, in de woonkamer of gewoon op het werk in het magazijn. Merci, merci allemaal. Oké, iedereen klaar? Oké, daar gaan we. Allemaal handen in de lucht. Speciaal voor Sven. We zingen Oepa, 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 Svenneke, Svenneke, Svenneke. We zingen Oepa, 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 Svenneke. Ja, het is goed. Het is prachtig. Svenneke. Het is mooi. Het is goed geweest. Ja. Dank u wel, Sven. Het was een genoegen om samen met u radio te maken. En heel erg veel succes met jou. Dank je wel. Dank je wel. Veel plezier zo meteen nog. Ja, tussen 10 en 12 ook nog. Ja, ben nog niet weg, hè. Oké. Okay. Zometeen Sven Ornelis vanaf 9 uur.